Ik schreef een boek dat je helpt om slimmer te werken. Het heet Grip. Dit is het boek. Je kunt het overal krijgen op dit moment. En in deze video wil ik de 5 beste ideeën uit het boek met je delen. Het eerste idee, maak van je agenda een heilige plek. Doe wat er in je agenda staat. De tijd die we hebben is ons meest kostbare bezit. Je kunt er maar 1 keer besteden. En daarom is het zo belangrijk dat je zichtbaar maakt waar je je tijd aan besteedt. En je agenda is daarvoor de perfecte plek. Zet dus niet alleen je afspraak in je agenda, maar ook het werk wat je moet doen. En zet ook bijvoorbeeld je reistijd en voorbereidingstijd in je agenda. Daarmee is het heel zichtbaar waar je je tijd aan besteedt. En zien hoe druk je bent is helemaal niet zo erg. Want het helpt je om keuzes te maken over waar je je tijd nou daadwerkelijk aan wilt besteden. Maar daarvoor moet het eerst zichtbaar zijn. Het tweede idee, bewaar nooit, maar dan ook nooit meer iets in je hoofd. Onze hersenen zijn er namelijk niet echt goed in om je op het juiste moment te herinneren aan dingen die je niet moet vergeten. En daarom leg ik in mijn boek uit hoe je een systeem kunt bouwen waar je alles wat in je hoofd zit in op kunt slaan. En dat zorgt voor een leeg, opgeruimd hoofd, waardoor je kunt richten op wat er voor je ligt. Eén belangrijke tip, zorg ervoor dat elke taak, elke actie die je opschrijft een werkwoord bevat. Want daarmee is het ineens heel helder wat je moet doen. En als je dat helder hebt, dan krijg je meer gedaan. Het derde idee, reserveer tijd in je agenda voor e-mail. En dat klinkt misschien een beetje gek, want besteden we niet al veel te veel tijd aan e-mail. In mijn boek leg ik uit dat het juist een beetje andersom werkt. Dat we nu heel vaak e-mail tussendoor doen als we onderweg zijn, of als we van afspraak naar afspraak lopen, of erger nog, terwijl we in een andere vergadering zitten. En dat is natuurlijk niet wat je wil, want daardoor kun je je niet echt richten op wat belangrijk is, kun je niet echt aanwezig zijn op de plek waar je bent. Daarom leg ik uit in mijn boek dat het zo'n krachtig concept is om per dag een aantal momenten in je agenda te reserveren waarop je bezig bent met je e-mail. En zo besteed je uiteindelijk minder tijd aan je mailbox. Het vierde idee, maak tijd en ruimte om een half uurtje per week na te denken over hoe ging deze week, wat vond ik ervan en wat ga ik de komende week doen? Wat zijn de belangrijkste dingen die ik in de komende week voor elkaar wil krijgen? Deze vraag te beantwoorden gaat een gigantisch effect hebben op wat je in je belangrijkste ding voor elkaar kunt krijgen. Het vijfde en laatste idee is, vind iemand die je bij de les houdt. Al een heel aantal jaren spreek ik elke week met Dirk, is een goede vriend van me, we doen dat via Skype. En spreken we een half uurtje over de dingen die wel en niet goed zijn gegaan. En houden we elkaar letterlijk bij de les. Je kunt je voorstellen dat op het moment dat ik zeg, ik wil deze week gaan hardlopen, tegen mezelf, dat het heel makkelijk is om te zeggen, het regent, ik doe het alsnog niet. Maar als je weet dat je iemand gaat spreken die je gaat vragen, is het wel of niet gelukt? Dan is de kans vele malen groter dat je het ook echt gaat doen. En daarom is zo'n persoon vinden, ik noem het in mijn boek een accountability partner, een ontzettend belangrijk en ontzettend fijne manier om jezelf bij de les te houden en jezelf strak aan je afspraken te houden. Nou, en in mijn boek bespreek ik deze 5 ideeën en nog veel meer, veel uitgebreider. Maar bij elk punt heb ik heel erg mijn best gedaan om je te laten zien hoe je er vandaag mee aan de slag kan. Hoe je klein kunt beginnen. En dat is het hele idee ook achter het boek. Je begint klein, je begint bij je werkweek, bij je mailbox, bij je takenlijst. Maar met uiteindelijk als doel om te werken aan de grote ideeën, aan je dromen die je hebt, aan de dingen die je wilt bereiken. En hoe vet zou het zijn als we met elkaar meer tijd hebben, als we allemaal, als jij en ik meer tijd hebben om juist met die ideeën, die grotere dromen en ideeën aan de slag te kunnen. En het mooie is dus, je begint gewoon vandaag.